De gemiddelde bezoeker van het Noorderzonfestival is 37,4 jaar oud, heeft 7 editie van het Noorderzonfestival bezocht en is meer dan 3,5 festivaldagen aanwezig op het festivalterrein. Dit blijkt uit onderzoek onder het publiek van Noorderzon 2011. De 21ste editie van het festival is met 135.000 bezoekers een doorslaand succes. Het was eigenlijk best wel mooi, ook al kijken mensen er soms wat anders op terug, maar tijdens Noorderzon hebben we vrij mooi weer gehad. Het was een mooi programma. Ik denk dat mensen er gewoon zin in hadden. Dat merkte je ook gewoon. Dat iedereen een beetje in de startblokken stond dat Noorderzon ging beginnen. En eigenlijk is dat de hele tijd zo geweest. Dus ook op dagen als maandag was het ook gewoon lekker druk in het park. En ook bij de voorstellingen trouwens in de stad. Overal eigenlijk wel. Het festival is ook dit jaar vrijwel incidentloos verlopen. De EHBO plakte met name veel blarenpleisters en handelde af en toe een wespensteek af. Een heel fijn publiek. Ik denk dat buiten kijf staat. We zijn al jarenlang, dit was onze 21ste editie. We zijn eigenlijk al jarenlang vrijwel incidentloos geweest. Mensen snappen hoe fragiel het is, zo'n park. Mensen lopen gewoon rustig achter elkaar door. Niemand gaat dringen. De sfeer is altijd, dat is echt uniek, het Groningse publiek. Het Noorderzon publiek. De Noorderzon editie van 2011 kreeg gemiddeld een 7,6 als eindcijfer. En daar is de organisatie tevreden mee. Noorderzon is nooit een copy-paste operatie geweest. We doen het elk jaar anders. We proberen elk jaar andere invalshoeken te hebben. En daar zijn we dit jaar weer erg goed in geslaagd, denk ik. En we kijken nu naar 2012, wat we dan gaan doen. De organisatie publiceert zo spoedig mogelijk meer onderzoeksresultaten op haar website. In de aankomende maanden wordt alweer druk gebrainstormd over de volgende Noorderzon-editie. En deze zal plaatsvinden van 16 tot en met 26 augustus 2012.